Godsdienstles op openbare scholen. Daar willen de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie 10 miljoen euro per jaar voor uittrekken. Is het niet vreemd dat kinderen op een openbare school nu lessen over Jezus, Allah en Mohammed krijgen? Het is al sinds jaar en dag mogelijk voor een openbare school om als ouders dat willen godsdienst of levensbeschouwelijk, bijvoorbeeld humanistisch vormingsonderwijs te bieden. Veel scholen maken daar ook gebruik van en veel ouders stellen dat op prijs. Het is ook voor veel ouders een argument om hun kind juist wel naar een openbare school te sturen, maar dat er toch een beetje aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwingen, omdat het ook heel gezond is voor kinderen om daar kennis van te nemen. Niet doen, zegt Henk Kamp van de VVD. Kinderen die meer willen weten over godsdienst, ga maar naar een bijzondere school. En ik vind ook dat die wensen van kinderen en ouders niet gehonoreerd moeten worden. Kijk, als er mensen zijn die zeggen van nou, wij vinden die godsdienst zo bepalend voor ons leven en voor de toekomst van onze kinderen, dat we daar meer aandacht aan willen geven, dat is prima. Dan moet je dat maar doen met een bijzondere school. Het kan ook zijn dat je extra onderwijs geeft buiten de schooluren om op het gebied van die godsdienst. Dat moet je allemaal zelf weten. Maar de openbare scholen, die moeten niet gebruikt worden als godsdienstopleidingsinstituten. Je hoeft er helemaal niet aan mee te doen als kind of als ouder. Je kan ook zeggen, ik heb daar geen behoefte aan. Je hoeft ook helemaal geen godsdienstles af te nemen. Je kan ook zeggen, ik ben een humanist bijvoorbeeld. Ik ben niet religieus. En ik vind het heel interessant dat mijn kind iets leert over het humanisme. Ook D66 twijfelt aan de bedoelingen van het plan. Volgens Alexander Pechtold heeft de PvdA met twee christelijke coalitiepartners de schijn tegen. Ook legt hij uit dat voorzichtigheid is geboden bij veranderingen in het onderwijs. We moeten oppassen om nu weer snel een dingetje met het onderwijs te willen. We hebben van de commissie Dijsselbloem geleerd, pas nou op voor ideologieën in het onderwijs. Nou, het willen geven van godsdienstonderwijs in het openbaar onderwijs lijkt me nou typisch een voorbeeld van een ideologie.